Goedemiddag allemaal, welkom bij deze uitzending van Nieuwsforce op donderdag 7 maart. Ik ben Daan. En ik ben Lisa. Vandaag gaan we het hebben over onder andere Internationale Vrouwendag, hebben we een interview over Green Energy Day en vroegen we de studenten naar hun mening over ons gloednieuwe songfestivalnummer. Maar eerst het ANP nieuws door Jade Holtvloer. Goedemiddag. Er zijn voor het eerst meer verkeerboetes uitgedeeld dan voor de coronapandemie, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. Vorig jaar werd er bijna 8,5 miljoen keer een boete uitgedeeld. In 2019, het jaar voor corona, waren dat de 8,4 miljoen. Voor snelheidsovertredingen, verkeerd parkeren of door rood licht rijden zijn de meeste boetes uitgedeeld. Het aantal uitgedeelde boetes is in 2022 bijna 4% gestegen. Ursula von der Leyen blijft aan de macht in Europa. De centrumrechtse Europese Volkspartij EVP kiest voorzitter von der Leyen weer als lijsttrekker bij de Europese verkiezingen in juni. Als boegbeeld van de EVP maakt ze grote kans om commissievoorzitter te blijven. In de Rotterdamse wijk Feyenoord is een Nouri AED geplaatst door de Nouri Foundation. Dit gebeurde samen met Willem van Hanegem en Fauzi Achbar, wethouder van sport in de gemeente Rotterdam. Het is de tweede van de 34 AED's die de komende tijd in Nederland worden geïnstalleerd. De 34ste is referent naar zijn rugnummer. Vandaag speelt Ajax in de Conference League tegen Aston Villa. De laatste keer dat Ajax tegen een Engelse tegenstander in eigen huis won was in 2012 tegen Manchester City. Morgen is het Internationale Vrouwendag. Deze dag staat in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal in de wereld. Een dag om economische, politieke en sociale vooruitgang van vrouwen te vieren. De stappen die nog genomen moeten worden, worden benadrukt om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bereiken. Op internationaal niveau wordt deze dag uitgebreid gevierd. Maar wat gebeurt er lokaal en eigenlijk rondom Vrouwendag? Op vrijdag 8 maart is het weer Internationale Vrouwendag. Op deze dag zetten vrouwen en allerlei verschillende organisaties zich in voor de rechten van de vrouw. Deze dag is ontstaan na een massale staking op 8 maart 1908 in Chicago en New York. Buiten de grote evenementen zoals de Feminist March in Amsterdam en de mars die de politieke partij volgend dit jaar organiseert, wordt er ook lokaal aandacht besteed aan deze dag. Zo ook in Leeuwarden. Mirka Antolovic, directeur van Kenniscentrum Discriminatie en Diversiteit Toomba, vertelde mij hier meer over. Wat is de rol van jullie organisatie binnen het evenement dat vrijdag plaats zal vinden? Wij zijn de organisator, zeg maar, van 8 maart viering, Internationale Vrouwendag. Dat proberen we altijd te doen met een inhoudelijk deel en een feestelijk deel, zeg maar. Omdat een beetje, ja, dat, zodat mensen in ieder geval kunnen genieten van die dag. Want dat is een viering. U noemt het een viering. Wat maakt dat zo'n belangrijke dag eigenlijk ook nog best wel feestelijk kan zijn? Daarmee eren we wat al bereikt is. Onze voormoeders, zeg maar, noem ik het maar. Die hebben gevochten voor gelijkwaardigheid en gelijke rechten van vrouwen. En daar is best wel wat bereikt. En dat stuk vieren we. Maar we staan stil bij waar zitten we nu. Hoe zitten we nu in de samenleving? En we blikken vooruit. Er is dus al best wel wat bereikt door de Vrouwendag en door vrouwen überhaupt. Wat zou er de komende jaren eigenlijk nog nodig moeten zijn, zodat de Vrouwendag niet zo expliciet op een actievoerende manier nodig is, maar echt puur als viering? Ja, wat zou er nog moeten gebeuren? Ja, dat is die gelijkwaardigheid. En dat wij niet hoeven op te boksen tegen de mannen, maar juist met de mannen de samenleving leven, zeg maar. Maar gewoon samen bepalen waar staan we, waar gaan we voor en onze samenleving inkleuren. Want wat er nog steeds wel gebeurt is dat, of we kijken nog steeds naar onze wereld door de mannenbril. En dat is nog niet zoals je dat zou moeten hebben. Het moet een breed gekleurde samenleving worden. En daar moeten we naartoe. We moeten ons niet gaan brengen naar de mannenstandaarden, dat we daaraan voldoen, maar juist samen een nieuwe standaard maken. Daar gaan we. Dat is nog, nou, ons inziens wat er nog moet gebeuren. Ja, dus de gelijkwaardigheid, dat is waar jullie nu vooral bij stilstaan. Ja, en weet je, dat doen we door even terug te blikken naar het verleden, van waar komen we vandaan en wat dragen we nog met ons mee?
Welk rugzakje hebben we nog te dragen? Of welke bril hebben we nog op? Waardoor we nog er niet zijn waar we willen zijn. En daar hoort ook de positie van de man in de samenleving. Dus ook niet om die uit te sluiten, maar juist om die erbij te betrekken. En om het nog een beetje samen te vatten, wat is echt jullie doel met het evenement? Wat willen jullie hier echt mee bereiken? Ja, ons doel is de brug te bouwen. Om er samen op te staan. En samen, ja, wij hebben elkaar nodig. En daarom hebben we ook echt gekozen, dus de derde keer, dat we en een man en een vrouw op het podium hebben. En dat de lezingen proberen we wel allemaal door vrouwen te doen, hoor. Dat vind ik nog ergens. Ja, weet je, mannen hebben genoeg podium in die zin om ons maar de les te lezen. Even zo. Dus we geven wel de lezingen en het inhoudelijk deel geven we wel bewust aan een vrouw. Maar we hebben bijvoorbeeld de pubquiz, wordt geleid door een man. Dus we proberen wel, ook daarin de man echt een rol te geven in de avond. Van 27 tot 29 februari vond de Global Education Conference plaats in Frankrijk. Hier bespraken 400 deelnemers hoe het onderwijs kan meehelpen aan een schone anti-doping sportcultuur. Vincent Egbers, woordvoerder en voorzitter van de zelfstandige organisatie Dopingautoriteit, was aanwezig bij de conferentie. We hebben hem ook live aan de telefoon. Vincent, goedemiddag. Goedemiddag. Wij hebben een aantal vragen voor jou. De eerste vraag is, wat houdt een schone sportcultuur eigenlijk in? Nou, eigenlijk is het zo dat je, voordat je gaat sporten, je opgeleid moet worden. En dat je ook daadwerkelijk houdt aan de regels die er zijn voor het schone sporten. En schoon wil eigenlijk zeggen zonder dopinggebruik, dus zonder verboden stoffen. En waarom is het dan belangrijk om hier aandacht aan te besteden? Nou, ik was op de conferentie, die gaat vooral over educatie, over het opleiden van onze atleten die daarmee te maken hebben. En de schone sport aan zich is gewoon een afspraak binnen de sport, waarin we zeggen we gebruiken geen middelen die slecht zijn voor ons lichaam, waar je beter van gaat sporten. Want als je dat toestaat, dan gaan de mensen die allemaal gebruiken, want iedereen wil graag op het podium komen. Het lastige is altijd, je moet aan de voorkant dus eigenlijk die opleiding met de mensen doorgaan. Daar ging de conferentie over. Zodat ze ook zich bewust zijn van de gevaren die ze lopen. Omdat in de sport nou eenmaal sommige stoffen verboden zijn. Omdat je er beter van gaat presteren. En dat het heel slecht is voor je lichaam. Ja, precies. En in hoeverre kan het onderwijs dan de schone sportcultuur helpen? De educatie is heel erg belangrijk. Hè? Want je kan ook vervuilde supplementen bijvoorbeeld gebruiken. En dan heb je het in je lichaam zitten. En als je het dan uitplast, dan wordt aan ons gevraagd, dan stellen wij de vraag, hoe komt het in je lichaam? Dus je moet heel goed weten wat je eet en wat je gebruikt. Dus aan die educatiezijde zal in ieder geval het aantal niet-intentionele doping gebruiken, dus per ongeluk, zal dan als het ware tot een minimum worden beperkt. En hoe heeft de schone sportscultuur zich eigenlijk ontwikkeld in de afgelopen jaren? Het is pas 25 jaar geleden dat de Wereld Antidopingorganisatie is opgericht. Die probeert in heel de wereld dezelfde standaarden door te voeren. Het is een wielerwedstrijd in Nederland. Daar zijn dezelfde stoffen verboden als een wielerwedstrijd in België of in Duitsland. Dat geeft duidelijkheid voor de sporters. En ze weten exact wat wel of niet verboden is. Dus we hebben een lijst met verboden middelen. En als die in je lichaam worden aangetroffen, dan heb je wat uit te leggen. Dat betekent dat de stoffen die worden aangetroffen die niet verboden zijn, uiteraard zijn toegestaan. En daar moet je goed ook met elkaar over in gesprek. Van, ga je iets gebruiken waarvan je weet dat het slecht is voor je lichaam, ook al is het niet verboden, doe je het dan wel. Dus het moet eigenlijk op gebied van waardeoverdracht met onze atleten in gesprek. Om ervoor te zorgen dat ze geen domme dingen nemen en daarna daarop worden afgerekend. Ja, precies. En zijn er naast die reden ook nog andere korte redenen die het dopinggebruik verminderen? Ja, dus eerst die educatie. Hè, en dan moet ook de cultuur binnen de sport zo veranderd zijn dat het eigenlijk gebruikelijk is om niets te nemen. Dus eerst zal je met elkaar in gesprek moeten over wat is nou normaal. Hè? Dus stel je voor dat je gaat trainen. Hoeveel atleten nemen nou 2 paracetamol aan het begin van de training? Omdat ze dan minder pijn hebben en langer kunnen trainen.
Nou, die zijn er genoeg die dat doen. En het is niet verboden, hè? Paracetamol is niet verboden. Maar het is wel goed om eens met elkaar in gesprek te gaan van, is dat nou verstandig? Want dat pijn in je lichaam, die pijn in je lichaam kan ook een signaal zijn om even te stoppen, omdat je bijvoorbeeld een blessure gaat oplopen. Maar heel veel educatie gaat over met elkaar in gesprek gaan over waarden binnen de sport. En een van die waarden is om eerlijk naar elkaar te zijn over de middelen die je gebruikt hebt. Oké, nou, hartstikke bedankt. Ik denk dat we wel een duidelijk beeld hebben gekregen over dit onderwerp. Ik wil hartstikke bedanken voor uw tijd en een hele fijne dag nog. Graag gedaan en succes. Dank u wel. Er zijn veel kleuren en figuren te zien op drie kruispunten in Stadshagen. Op de Dinghofslaan en de Hofstedenstraat, het kruispunt van de Werkerlaan en de rotonde bij station Stadshagen. Dit is in verband met een pilot die in september is gestart. Deze pilot zou echter 2 maanden duren, maar ondertussen is het al maart en zijn al die kleuren en figuren eigenlijk wel zo veilig? De rotonde van station Stadshagen is één van de drie kruispunten in Stadshagen waar sinds september allemaal tekeningen in verschillende kleuren zijn geschilderd op de grond. Dit is voor en door kinderen bedacht, met in de hoop dat verkeersdeelnemers hierdoor beter opletten op hun eigen verkeersgedrag en om voor hen de verkeerssituaties overzichtelijker te maken. Want sommige verkeersborden zijn soms nog best lastig te begrijpen. Peter Butter, verkeersdeskundige van Veilig Verkeer Nederland, is hier kritisch over. Wat vindt u van dit initiatief? Op zich voor kinderen heel leuk, maar voor verkeerskundigen een wanhoop. Waarom vindt u het een wanhoop? Nou, we hebben hier te maken met kleuren die wij in de wegenverkeerswetgeving niet kennen. En je gaat iets doen waardoor je bij nadering van deze rotonde de aandacht gaat vestigen op kleuren, terwijl die de aandacht moet vestigen op wie heeft er voorrang. Ik kan me voorstellen dat je iets probeert en als kinderen komen met voorstellen, nou ja, goed, doe dat maar. Maar je ziet een haasje. Wat is daar de betekenis van? Dat hebben de kinderen met een bepaald doel vast bedacht. Maar dat kent geen automobilist, dat kent geen fietser. En denkt u dan ook dat die kleuren en vormpjes dan ook voor de automobilist en misschien zelfs wel voor de fietser afleidend zouden kunnen zijn? Ja, ja, met name. Met name de automobilist, maar ook de fietser. Kijk, de fietser die hier woont in Stadshagen en hier regelmatig komt, die heeft op een bepaald moment door, oh, dit is de bedoeling, dat zal het wel. Maar de automobilist, ja, zelfs die hier woont, die zie je hier nog geen voorrang verlenen. Die rijden zo door. En als we nou kijken naar deze rotonde, en u bent ook wel bekend met andere kruispunten die zijn veranderd. Hoe zou je dan zeg maar een beetje een middenweg kunnen vinden voor de automobilist en voor de kleine kinderen om het voor beide veilig te maken? Nou kijk, heel belangrijk is dat wij landelijk bezig zijn, en we hebben dat ook gevraagd aan het ministerie, wijzig de wegenverkeerswet. En zorg dat binnen de bebouwde kom de maximum snelheid niet 50 is, maar 30. Het zou een proefperiode van 2 maanden zijn. Ja. En het is nu maart. Ja, we hebben de gemeente gevraagd in januari. En ik zou daar bericht over krijgen. En ik heb tot op heden nog niets gehoord. Ik heb gisteren nog even geprobeerd om de betrokken ambtenaar te pakken te krijgen. Maar die was niet bereikbaar. Maar daar ga ik wel mee aan de gang. Snel weer achteraan gaan. Ja, even kijken. Kijk, het is... De wegbeheerder is uiteindelijk verantwoordelijk. En als de wegbeheerder zegt, ja Vivian, jullie kunnen me wat. Wij houden dit gewoon en we gaan dat op meer plaatsen toepassen. De wegbeheerder is verantwoordelijk. Afgelopen week was het dan eindelijk zover. Na hard werken in de studio bracht Joost Klein zijn eigen songfestivalnummer Europapa uit. Het nummer maakte gelijk veel indruk en werd al snel 1 grote hit. We hebben Niek en Tobias op pad gestuurd om te kijken of het nieuwe nummer ook in de smaak valt bij de Windesheim studenten. Heb je ook het nieuwe nummer van Joost Klein al gehoord? Ja. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het wel leuk. Het is voor de eerste keer dat Nederland zeg maar zo'n type onderwerp heeft. Waarom niet iets anders vanuit Nederland? Dus ik denk wel dat het wel goed gaat doen onder de telefoon. Ik vind het een leuk nummer. Ik vind het een creatief nummer. Het is artistiek. En prima. Denk je dat we kunnen winnen? Sowieso met hem kun je altijd winnen. Klas ergens kleuterpop, dat vind ik het ook wel. Maar als je bedenkt dat hij ook zo teruggaat naar de muziek van de jaren 90... en je hoort het nog een keer, denk je, het is ook wel heel knap gemaakt. Kleuterpop, kleuterpop, kleuterpop. Kleuterpop, kleuterpop, kleuterpop. Ik vind hem wel gaaf, ja.
Ja, het is een Eurodance van de jaren 90. Hakken, beuken, springen. Ik vind hem wel leuk. Ik moest er even aan wennen. Maar ik denk wel dat het een succes kan worden. Ik denk dat veel jongeren, en ook omdat hij Duitsland mee heeft zitten. Hij heeft natuurlijk heel veel hits in Duitsland die succesvol zijn. Dat het daarom wel wat kan worden. Dus je denkt dat we wel kunnen winnen? Nou, winnen is misschien een groot woord. Maar ik denk wel dat we hoog kunnen eindigen. Kijk je wel eens het Songfestival? Nee, eigenlijk niet. Is niet mijn favoriet muziekstijl. Ik vind hem ook verrassend leuk. Positief is me wat eruit straalt. En dan die link met zijn ouders, met de papa erachter. Ik denk dat het gewoon een hele goede combinatie is. Ja, ik vind het super kut, eerlijk gezegd. Ik vind nergens naar klinken en ik vind het eigenlijk een beetje beschamend dat ze zo'n gast ons land laten vertegenwoordigen. Dat klinkt toch nergens naar, laten we realistisch zijn. Wat is jouw naam? Niek, dit klinkt nergens naar, jongen. Dat weet je zelf ook wel, toch? Ja, ik zie wel kansen, ja. Ik denk dat de aard van het nummer en de uitstraling wel past bij het publiek van het Songfestival. Kleuterpop. Nou, het is niet echt mijn smaak, als ik eerlijk moet zijn. Maar denk je wel dat we kans maken om te winnen? Nou ja, het Eurovisie Songfestival wordt traditiegetrouw gekeken door mensen die niet helemaal normaal zijn. Dus ik denk dat we wel kans maken, ja. Ja, Niek, ik moet dus enorm wennen aan dit nummer. En vooral eigenlijk aan de naam. Ik heb zo moeite met het woord Europapa. Ik ben denk elke keer dat het Europapa is, maar goed. Ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren hoe je het uit kan spreken. Maar ik denk dat die eerder de link legt op Europa dan papa. Tenminste, dat mag ik hopen als je aan ja, maar die ene mevrouw zei net dat het ging om familie. Dat het ging om dat hij de link legt met familie door papa te zeggen. Dus ja, ik denk dat we het nooit zullen weten. Ik denk het ook niet, maar ik denk dat elke manier van uitspreken wel prima is, toch? Ja, oké. Green Energy Day valt dit jaar op 8 maart. Dat is morgen. Als Nederland vanaf 1 januari alleen maar duurzame energie gebruikt zou hebben, zou het morgen op zijn. Vorig jaar viel Green Energy Day 6 dagen eerder, op 2 maart. We hebben als land dus veel vooruitgang geboekt op het gebied van duurzame energie. Wouter Heres kan veel vertellen over die vooruitgangen. Goedemiddag, Wouter. Hey, goeiedag. Goedemiddag. Hi. Enorm bedankt ten eerste dat je live in de uitzending wil verschijnen om aan ons vragen vuren. Dan kan je eigenlijk nu niet meer aan ons komen. Nee, precies. Nee, graag gedaan, joh. Hartstikke leuk. Nou, wij hebben met als redactie een paar vragen voorbereid en ik denk dat we maar gaan beginnen. Yes, kom maar op. Nou, als eerste wil ik jou vragen welke vooruitgangen er eigenlijk momenteel geboekt zijn op het gebied van groene energie. Ja, leuke vraag. Nou, ik denk dat de grootste vooruitgang, want we kunnen het heel erg over de techniek hebben, maar is gewoon dat er veel meer duurzame opgewekte energie gerealiseerd is. He, dus even uit mijn hoofd, volgens mij vorig jaar zaten we op 40% en we zitten nu al bijna over de helft van onze opgewekte energie is duurzaam. Dus je ziet gewoon dat op allerlei fronten we heel erg de vooruitgang boeken door gewoon veel meer duurzame energie op te wekken, überhaupt. En ik denk dat dat de grootste vooruitgang is die we met elkaar boeken. Oké, dus eigenlijk hebben we al meer dan 10% vooruitgang geboekt vergeleken met voorgaande jaren. Ja, iets meer, hè, want van 40 naar 50% is niet een cumulatief van 10%, maar gewoon inderdaad ongeveer, ja. Oké, en heb je dan ook een paar opmerkelijke prestaties die echt zijn bereikt door het winnen van groene energiebronnen? Ja, we kunnen het over de techniek hebben en over de kostenreductie die in de hele keten zichtbaar is. Hè. Dus als je gaat kijken naar de prijsontwikkelingen van een zonnepaneel of überhaupt van fotosynthese ten opzichte van een aantal jaar geleden. Maar ik denk dat de grootste prestatie die we met elkaar hebben bereikt is gewoon de bewustwording. Dat we überhaupt gewoon veel duurzamer moeten gaan produceren en moeten gaan leven in de breedste zin van het woord. En dat zie je eigenlijk gewoon in alle sectoren gewoon doordringen. Dat mensen, wanneer ze denken aan bouwprojecten, denken ze gelijk aan goed geïsoleerde woningen. Nou, dat was tot een aantal jaren geleden, was daar gewoon geen sprake van. Dus ik denk dat dat nog wel de grootste prestatie is die we met elkaar hebben bereikt tot nu toe. Maar goed, we zijn er nog niet, hè? Dus, Nee, we zijn er nog niet. Wat zijn dan, wat je zegt, we zijn er nog niet. Wat zijn dan de uitdagingen die er zijn geweest bij het bevorderen van de groene energie? Ja. Nou, ik denk dat de grootste uitdaging van het moment, dat is toch wel netcongestie. Dus, ik weet niet of je wel eens van die term gehoord hebt, maar dat is nu wat redelijk speelt in het land. Namelijk dat er onvoldoende capaciteit is in de kabeltjes, in de grond en over het land,
om de duurzaam opgewekte energie te transporteren. Ik denk dat dat is op dit moment de allergrootste uitdaging. Dus je ziet dat er nog veel meer potentie is aan opwek, maar dat het gewoon dat we het niet op de juiste momenten, op de juiste plekken getransporteerd krijgen. Oké. En hoe kunnen we de groene energie nog verder laten integreren in ons dagelijks leven? Wat kunnen mensen thuis, dus vooral de luisteraars, eigenlijk doen om mee te helpen? Ja. Nou, ik denk dat ik de belangrijkste, moet ik even denken, er valt heel veel over te zeggen. Is de bewustwording dat het oude denken van de dal- en de piekuren, die we met elkaar kennen. Ja, overdag heb je de piekuren en 's avonds heb je de daluren. Wat ook nog vaak wel in de prijscomponent verankerd zit. Dat we dat moeten gaan loslaten. Omdat we inmiddels weten dat de zon schijnt overdag en de wind waait overdag. Dus dat is ook het moment dat de elektriciteit het meest voorradig is voor iedereen. Maar ook het goedkoopste zou kunnen zijn voor de meeste mensen. Dus in plaats van dat je nou 's avonds laat die vaatwasser aanzet of die wasmachine laat draaien, doe dat nou het liefst midden op de dag. Ik denk dat is de meeste hands-on tip die ik de luisteraars thuis kan geven. Oké, Wouter, enorm bedankt. Maar overdag. Ja. Enorm bedankt. Ik ga het thuis doorgeven. Ik hoop dat ze er wat mee doen thuis. En dan spreken we elkaar hopelijk nog een keer. Helemaal goed. Hey, succes. Oké, fijne dag. Na de sportschool. Het was altijd een sport wat alleen jongeren van 18 jaar of ouder deden. Tegenwoordig is dat echter niet meer zo. Je ziet steeds meer jongeren van 13 tot 15 jaar fitnessen. Is dit slecht of was dit juist gestimuleerd? Als je naar de sportschool gaat, zul je het wel herkennen. Steeds meer jongeren tussen de 13 en 15 jaar die daar aan het sporten zijn. Altijd werd gezegd dat het slecht is om op deze leeftijd al te beginnen met sporten in de sportschool. Maar is dit ook echt waar? Wordt het gestimuleerd? Ik spreek hier met sportcoach Martijn Veijer van Flexi Fitness Ermelo. Stimuleren jullie dat jongeren van 12 tot 15 jaar naar de sportschool gaan? Ja, zeker. Het is altijd goed om gewoon lekker aan de krachttraining te gaan. Vroeger was het nog wel eens gezegd, tenminste dat was de gedachtegang, dat als je vroeg begint met krachttraining, dat dan de groei kan beïnvloeden of blessures kan opwekken. Maar dat is tegen de jaren is dat allemaal ontkracht met studies en onderzoek. Het enige wat natuurlijk fout kan gaan is als je bijvoorbeeld gaat groeien, heb je groeipijn, gewrichten gaan pijn doen. En als je dan ook nog eens dat combineert met verkeerde houdingen, verkeerd traint, te zware gewichten, ja kijk, dan kan je blessures oplopen. En de kans op blessures is toch echt door een verkeerde houding. Dat is niet, want het wordt wel aangenomen dat als je jonger bent, dat je dan misschien grotere kans hebt op blessures, maar dat is dus niet zo? Nee, het enige verschil is, de kans die op blessures is voor iedereen hetzelfde. Alleen die jongeren die zijn er gewoon wat gevoeliger voor, omdat die al wat kwetsbaarder zijn doordat ze aan het groeien zijn, gewrichtspijn hebben, al sowieso een aardig actief leven hebben als jongeren. Dus de kans dat hun met een verkeerde houding een blessure oplopen is wat groter dan ik of jij dat hebt. Heel veel sportscholen hebben wel een minimum leeftijd. Terwijl heel veel jongeren wel willen gaan beginnen met sporten in de sportschool. Wat zou hiervoor een goede oplossing zijn? Nou, sowieso dat die jongeren gewoon lekker kunnen gaan sporten. Want de eigenaren van die sportscholen die zijn meestal al wat ouder. Dus ook in de visie van als je jong bent mag je nog niet sporten. Maar als ze gewoon gaan sporten bijvoorbeeld met een trainingsschema. Dus dat ze goed begeleid worden en dat ze lichter aan de jongen. Kijk, stel voor je gaat op je 13e al sporten, blijf dan vooral weg van de losse gewichten, dus van de dumbbells en van de squatrekken bijvoorbeeld. De losse gewichten, daar kan je sneller door gebaseerd raken. Dus blijf dan vooral bij de machines. Dat soort dingen kan je hanteren. En dat ze gewoon met iemand gaan sporten die weet waar hij het over heeft. Oké, en hoe denk jij dat het komt dat ze steeds jonger naar de sportschool willen? Nou, ook omdat met de jaren is social media natuurlijk ook een stuk populairder geworden en het aantal fitness influencers en bodybuilders wat nu op social media zit is heel erg toegenomen en dat zien al die jongeren en die denken ja dat wil ik ook en die vinden dat allemaal heel vet. Je ziet ook dat ze allemaal de kleding en de supplementen van die gasten nemen en die denken van dat wil ik ook en dan gaan ze maar lekker vroeg beginnen met sporten. Want toen ik die leeftijd had, toen had je die gasten niet op internet en dat was gewoon, ik ging gewoon sporten omdat ik het leuk vond. Ja, Daan, de winter komt weer ten einde en we gaan dus nog even afscheid nemen. We gaan luisteren naar Vivaldi met uiteraard de winter.
het blijft toch een geweldig nummer, al zeg ik het zelf. Nou, over muziek gesproken, de voorrondes van de talentenjacht, de kunstbende, komen er weer aan. De landelijke winnaar van 2022, Luc Mats, spreekt over de aankomende voorrondes en hoe het er nu voor staat met zijn carrière. Zondag 14 april worden de voorrondes van Overijssel voor de jeugdtalentenjacht kunstbende georganiseerd in poppodium Hedon. Hoe is het nu met de landelijke winnaar van 2022? De 16-jarige Zwollenaar Luc Mats vertelt over zijn ervaring en wat de winst hem heeft gebracht. Je hebt kunstbende gewonnen met je nummer Stay the Same. Wanneer ben je begonnen met het schrijven van je eigen nummers? Toen ik 13 was, toen begon ik met mijn eerste nummers schrijven. Dat was toen nog Nederlandstalig. Op mijn 14e ben ik wel echt begonnen met in het Engels schrijven. En toen werd ik ineens eerste bij kunstbende. Wat voor tips zou je geven aan de deelnemers van dit jaar? Blijf gewoon schrijven, blijf ontwikkelen. En blijf bij jezelf vooral. Blijf gewoon doen wat jij tof vindt, of wat jij tof vindt om te maken. En ik denk dat er dan uiteindelijk vanzelf heel tof nummer uitkomt. Hoe kijk je in het algemeen terug op je deelname aan kunstbende? Over het algemeen kijk ik wel heel positief erop terug. Ik denk dat het me wel heel veel heeft gebracht. En ik denk ook wel dat het meehelpt aan mijn toekomst in de muziek. Maar of het mijn doorbraak is, dat moet nog blijken. Wat is het grootste dat je deelname aan kunstbende je heeft gebracht? Ik denk toch wel de mensen die ik heb leren kennen. Kijk, de optredens zijn heel vet. Maar de mensen die ik heb leren kennen met het schrijven. Want je hebt zeg maar na, als je kunstbende wint, krijg je dan een coaching traject. En dan komt er geld voor je ter beschikking die je kan inzetten om je talent te verbeteren. En ik heb dat ingezet om te schrijven met artiesten die ik heel tof vind, zoals Remme. Dus ik denk dat ik dat toch wel het tofste vind, dat ik daardoor nieuwe mensen in de muziekwereld heb kunnen leren kennen. Eerdere winnaars van kunstbende zijn Douwe Bob en Nielson en Duncan Lawrence. Beschouw jij jezelf als een artiest die tussen dit rijtje staat? Ja, ik denk bij kunstbende sta ik er gewoon tussen. Maar ik denk dat ik er nog niet dusdanig tussen sta als je kijkt naar wat ik tot nu toe bereikt heb. Maar ik denk wel dat ik op de goede weg ben. Ja. Mooi gezegd, mooi gezegd. En tijdens de landelijke finale van kunstbende in Amsterdam noemde de jury jou lovend Ed Sheeran meets Justin Bieber. Op welke artiest vind jij jezelf het meeste lijken? Poeh, waar vind ik mezelf het meest op lijken? Nou, ik hoop dat ik niet echt op één persoon heel veel lijk. Dus ik zou eerder eigenlijk ook een mix zeggen. Want ja, ik ben wel mijn eigen identiteit als artiest. Maar als ik zelf zou moeten omschrijven, zou ik zeggen Shawn Mendes, Ed Sheeran. En zijn die artiesten ook jouw voorbeelden? Ja, het zijn wel artiesten waar ik regelmatig naar luister. Ja, daar hou ik wel inspiratie uit, ja. Je hebt al een indrukwekkend lijstje opgebouwd aan mijlpalen. Zoals de Melkweg, Bevrijdingsfestival en Hullabaloo. Op welke piano festival zou je graag nog willen staan aankomend jaar? Nou, wellicht nog een grotere stage op het Bevrijdingsfestival zou me heel tof lijken. En ja, als ik kijk naar mijn toekomstbeeld, hoop ik toch ooit wel de Ziggo Dome te vullen. Maar ja, of dat dit jaar lukt, geen idee, denk het niet. Maar wellicht over 5 jaar. Het is net bevestigd dat de voorrondes van Kunstbende Overijssel 14 april in Hedon georganiseerd worden. Ga jij ook kijken? Ja, ik ga zeker kijken. Ik kom elk jaar wel kijken bij Kunstbende, omdat ik het gewoon heel leuk vind om naar te kijken wat voor nieuw talent er uit Overijssel weer opduikt. Dus ja, zeker. Ik ga zeker kijken. Het is begin maart. De zon begint weer een beetje te schijnen en het wordt weer warmer buiten. Voor de kievit is dat het moment om eieren te gaan leggen. En als de kievit gaat leggen, dan gaan de liefhebbers op zoek naar het eerste ei. Bij ons aan de telefoon is Inge van der Zee van de Bond Friese Vogelwachten. Goedemiddag, Inge. Goedemiddag. Nou, allereerst bedankt dat je bij ons live in de uitzending onze vragen wil beantwoorden. Zullen we maar beginnen? Prima, ja hoor. De eerste vraag is, wat maakt het vinden van zo'n kievitsei eigenlijk nou zo bijzonder? Ja, voor heel veel Friezen is de kievit toch echt het symbool van het voorjaar. Er is echt een band tussen de weidevogels en de Friezen. En ja, als je dan dat eerste eitje van zo'n jaar weer vindt, dan is dat de start van de lente, van het broedseizoen. En de hele liefde voor de vogels en het veld komt dan in één keer weer tot leven. Dus echt een emotioneel moment voor de vinder. Maar er zijn dan ook vast veel mensen naar op zoek. Wordt de kievit dan niet gestoord door de mensen die op zoek gaan naar de eieren?
Nou ja, het is ook niet zo dat alle Friezen met z'n allen de weilanden aflopen. We hebben voor die allereerste eitjes, dus echt de competitie daaromtrent, zijn er een paar honderd Friezen die door Friesland lopen. En er zijn zoveel hectares waar die hun gang op kunnen gaan, dus dat valt wel een beetje mee. Nou, dat scheelt dan inderdaad. Friesland is een provincie waar het zoeken naar kievitseieren dan het meeste leeft. Toch werd het eerste ei vlakbij Nijmegen gevonden in Beuningen. Is hier een verklaring voor? Ja, nou, dat is eigenlijk vrij simpel. In het zuiden van Nederland is het toch altijd net even warmer dan bij ons hier in het noorden. En die paar graden, die doen het er net. De kievit die wacht tot er een bepaalde temperatuur is voordat hij begint met leggen. De hormonen moeten gaan werken. En dat heeft te maken met de temperatuur. Dus ze zijn er altijd net even eerder dan bij ons. Ja, nee, ja, dat is een logische reden. Maar stel, het wordt dan nog koud en het gaat toch nog wel vriezen. Kans is misschien klein. Maar wat gaat dat dan betekenen voor de kievit en hun eieren? Nou, zolang ze eieren hebben, valt het wel wat mee. Dan kan de kievit gewoon gaan broeden. En die houdt dan de eitjes wel warm. Moet niet te lang duren, want de kievit moet natuurlijk zelf ook eten hebben. En die eet graag regenwormen en andere insecten die op de bodem rondscharrelen. Dus als het echt gaat vriezen, dan zijn die niet te vinden. Dus dat moet met een paar dagen wel ophouden. Maar voor de eitjes is het niet zo'n punt, want die worden wel warm gehouden. Okay. Zodra de kuikens komen, wordt het wel een probleem. Want kuikens kunnen zichzelf niet zo goed warm houden. Die verlaten meteen het nest en die moeten insecten gaan zoeken. Ja, als het zo koud is, zijn er geen insecten. Dus dan of ze verkleumen of ze verhongeren. Nou, het gaat de laatste tijd ook iets minder met de kievitpopulatie. De hoeveelheid broedende kievieten in Nederland neemt af. Wat kunnen wij als gewone burgers eraan doen om de kievit te helpen, zodat de traditie van het zoeken naar kievitseieren toch kan blijven bestaan? Nou ja, als consument kun je ervoor kiezen in de supermarkt om zuivel uit te zoeken die gemaakt is op weilanden waar de kievit een thuis kan vinden. Dus bijvoorbeeld de Rijke Weideweelde. Maar ook de melkstroom van Ewer, van Albert Heijn. Daar is extra aandacht voor de omstandigheden voor de weidevogels. Dus als consument kun je kiezen voor dat soort types melk. En dat helpt. Dan sponsor je de boeren die denken om de vogels. Nou, helemaal goed. Bedankt. Ik denk dat we wel iets wijzer zijn geworden over de kievit, hè? Bedankt, mm-hmm. Bedankt voor je tijd en hele fijne dag nog. Graag gedaan, hoor. Dank u wel. In Nederland is een groot tekort aan antibiotica voor kinderen. Artsen en apotheken kunnen door leveringsproblemen steeds minder snel aan antibiotica komen. Maar hoe kunnen we dit het beste oplossen? Op 28 februari heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, CBG, verklaard dat er beschikbaarheidsproblemen zijn met de verschillende antibiotica-dranken voor kinderen. Cardi Taansels, woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, legt uit aan welke oplossingen worden gewerkt. We zien tekort aan antibiotica voor kinderen. Kunt u uitleggen wat dit inhoudt? Nou, het is op dit moment lastig om aan verschillende antibiotica te komen voor groothandels en apothekers. Dat noemen we dan beschikbaarheidsproblemen. En het gaat in het bijzonder om antibiotica in drankvorm. Die wordt vooral gebruikt voor de behandeling van jonge kinderen. En daar gelden nu beschikbaarheidsproblemen voor. Waardoor komt dit probleem? Wat is de aanleiding? Ja, dat is heel lastig te zeggen om daar één oorzaak voor aan te wijzen. Een combinatie van productieproblemen, maar ook een stijgende vraag. Heeft wellicht ook te maken met momenteel is er veel kinkhoest. En ja, daarnaast heb je ook een soort domino-effect. Als er een tekort is, dan stapt men over op het andere middel, waardoor wellicht daar weer een tekort ontstaat. En zo leidt het ene tekort weer tot het andere tekort. En wat is het effect van zo'n tekort? Ja, het effect is eigenlijk vooral dat apothekers moeten dus op zoek naar alternatieven, of moeten op zoek naar waar nog wel voorraad is. En dat is voor apothekers heel vervelend, maar natuurlijk vooral voor patiënten aan de balie. Op dit moment lukt het meestal nog wel om een alternatief te vinden, maar dat kost tijd en dat brengt onzekerheid mee. En zijn er dus ook oplossingen mogelijk? Wij als inspectie kijken samen met bijvoorbeeld het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en met de apothekers kijken we naar oplossingen. Als inspectie geven wij nu ook toestemming aan apothekers en groothandels om vergelijkbare medicijnen uit het buitenland te mogen halen. En er is een landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen.
En die kijkt helemaal samen met alle betrokken veldpartijen naar hoe de voorraden die er nog wel zijn, hoe je die optimaal kan inzetten. Dus bijvoorbeeld herverdelen. Dus dat is nu wat we op korte termijn doen. En op langere termijn hopen we natuurlijk, gaan we er ook van uit dat de tekorten worden opgelost. Dat het ook weer aan de productiekant weer opgeschaald kan worden. En wat is er dan nodig voor zo'n oplossing op lange termijn? Wat heel belangrijk is nu en ook voor de lange termijn is dat we heel goed, alle partijen heel goed samenwerken. En we hopen gewoon dat wat ik zeg, dat de fabrikanten zo snel mogelijk weer de productieproblemen die ze nu hebben op kunnen lossen. Zowel hier als internationaal. Denkt u dat dat haalbaar is? Nou, we gaan er eigenlijk van uit dat die tekorten zo snel mogelijk worden opgelost. We zien ook van de ene middelen verwachten we dat als het ene type antibiotica verwachten we al snel dat het weer beschikbaar is. En dat ook van de andere type antibiotica snel weer voldoende op de markt is. En uiteraard hopen we dat snel wordt opgelost. Maar we moeten er nu wel alles uit de kast trekken. En niet alleen de inspectie, wij zijn maar één van de spelers, maar alle betrokken veldpartijen om dit zo snel mogelijk op te lossen. En ja, wiens verantwoordelijkheid is het om dit tekort op te lossen? We zijn met allerlei partijen hiermee bezig. VWS maakt natuurlijk het beleid. Als inspectie en college ter beoordeling van geneesmiddelen proberen we zoveel mogelijk maatregelen te kunnen nemen om tekorten op te vangen. Apothekers doen allemaal hartstikke hun best. Dus eigenlijk met z'n allen moeten we ons daarvoor inzetten. Hoe denkt u dat de toekomst eruit zal gaan zien voor antibiotica tekort? Als we ons samen inzetten, dus alle betrokken veldpartijen, zoals ik al zei, dat we hier een oplossing voor vinden, zowel op de korte als de lange termijn. En daar ga ik ook vanuit dat we daar absoluut samen uitkomen. Morgen wordt het 10 graden en kunnen we genieten van een hele dag met volop zon. Een mooie dag om het weekend te beginnen. Daan, over het weekend gesproken, ga je nog wat leuks doen dit weekend? Ik denk dat het een rustig weekendje wordt. Vooral veel in de zon zitten, want die is wel redelijk aanwezig. Maar zaterdag even een wedstrijdje voetballen, denk ik, dat is het wel. Lekker. Ga jij nog iets doen? Ik denk dat ik de hele dag lekker in de tuin ga zitten met dit mooie weer. Ik geef je groot gelijk. Hey, dit was hem weer voor vandaag. Enorm bedankt voor het luisteren. En vergeet niet onze socials in de gaten te houden. Fijne dag en tot de volgende keer.